when I lay my vengeance upon thee. Hallo, welkom bij een vlogboek special over de middeleeuwse geestelijke literatuur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Als we aan de middeleeuwen denken, denken we aan chaos en zien we plaatjes van vieze toestanden. Maar eigenlijk was de wereld van de middeleeuwen best overzichtelijk. Er waren duidelijke regels, zoals de standentheorie. Zo was de maatschappij volgens Adalbert van Laon, een bisschop, verdeeld in drie groepen. Simpel gezegd had je de geestelijkheid, die moest bidden, de adel en de ridders, die moesten vechten, en de boeren en de vissers, die moesten werken. De geestelijkheid stond bovenaan en had er dus aardig voor het zeggen. Je zou kunnen zeggen dat die standentheorie een soort machtsmiddel was. Want God had het zo bedoeld, zouden die geestelijken zeggen. Men had één belangrijke boodschap aan het volk, namelijk dat je als mens goed diende te gedragen. Doe je plicht en dan komt het allemaal goed en dan kom je vanzelf in het hiernamaals. De beloning is het paradijs. En daar komt de geestelijke literatuur ook om de hoek kijken, want die had diezelfde boodschap. Gedraag je volgens de regels van de kerk, bid naar God en Maria en dan komt het allemaal goed. Heer, ik weet dat ik zonder ben. Uiteraard werden er verhalen uit de Bijbel verteld, voornamelijk in het Latijn. Maar er ontstonden ook nieuwe verhalen, zoals exempelen. Om de preek tijdens de kerkdienst wat aantrekkelijker te maken, vertelde de priester of de pastoor korte verhaaltjes, maar daarin voorbeelden van mensen die iets ergs hadden meegemaakt en daarbij terugvielen op het geloof. Over goed en kwaad en over hoe je bijvoorbeeld de duivel moest ontlopen. Zo'n voorbeeldtekst wordt een exempel genoemd. En ja, talig als jij bent, heb je al lang gedacht aan het Engelse woord example. Het is dus een voorbeeld. De middeleeuwer leerde hoe hij diende te leven aan de hand van een verhaal over een heilige, Jezus of gewoon een onbekend persoon. Een bekende middel-Nederlandse exempel is het verhaal Beatrice, een zogeheten Maria-legende. Een verhaal waarin Maria, de moeder van Jezus, voor een wonder zorgt. Beatrice is een non die er vandoor gaat met een jeugdliefde en daarmee voor een zondig leven kiest. Ze hebben 7 mooie jaren, maar als het geld op is, gaat die jongen er weer vandoor en laat haar achter met 2 kinderen. Haar leven is één grote puinhoop en uiteindelijk belandt ze zelfs in de prostitutie. Weer 7 jaar later keert ze terug naar het klooster en is er een wonder gebeurd. Want Maria, tot wie ze steeds is blijven bidden, heeft haar plaats ingenomen, zodat niemand de afwezigheid van Beatrice heeft gemerkt. Is dat een wonder of niet? Kortom, de boodschap is: blijf tot Maria bidden. De kerk verzorgde in de middeleeuwen ook toneel, vaak op het plein voor de kerk. Zo werden er scènes uit de Bijbel nagespeeld, maar er werden ook nieuwe toneelstukken opgevoerd, zoals mirakelspelen. Toneelstukken met daarin een mirakel, een wonder. Wellicht het bekendste middel-Nederlandse mirakelspel stamt uit de 15e eeuw. Het gaat om Marieken van Nieuwmegen en zoals de titel het al aangeeft, daarin speelt de stad Nijmegen een rol. In dit toneelstuk wordt Marieke verleid door de duivel die zich heeft vermomd als een man met maar 1 oog, Moenen. En hij belooft haar rijkdom en kennis als ze met hem meegaat. Maar dan moet ze wel haar naam veranderen. En dat doet ze. Ze noemt zichzelf voortaan Emmeken. Na een wild leven komen ze in de stad Nijmegen en Marieke of Emmeke krijgt berouw en ze wil weer terug naar haar familie. En dat vindt de duivel natuurlijk niet leuk. Moenen wordt laaiend. Hij gooit haar hoog in de lucht en smijt haar op de grond. Maar ze overleeft het doordat haar oom voor haar bidt en de duivel weet uit te drijven. Tot slot moet Marieke nog vergiffenis krijgen voor haar zonde, waarvoor ze zelfs helemaal naar Rome moet, naar de paus. Want ja, vriendschap sluiten met de duivel, daar kom je niet zomaar mee weg. Er is een verklaring waarom wonderen zo'n belangrijke rol spelen in de middeleeuwse geestelijke literatuur. Ze zijn namelijk het bewijs van het bestaan van God en ze tonen de kracht van het christendom. In het verhaal De Reis van Sint Brandaan vindt de hoofdpersoon, de Ierse abt Brandaan, de wonderen waarover hij leest maar onzin. En daarom verschijnt er een engel en die draagt hem op om op reis te gaan, zodat hij zelf die wonderen met eigen ogen kan zien. Het is een reis waarin hij onder andere kennis maakt met trollen, monsters, reuzen, slangen, draken, Judas en de duivel. Dit verhaal uit de 12e eeuw moest maar weer eens duidelijk maken dat je niet moest gaan twijfelen aan Gods wonderen. Als je De Reis van Sint Brandaan leest, dan doet dat een beetje denken aan het verhaal van Odysseus, van Homerus, maar dan door een slechtere schrijver geschreven, want er zitten allemaal rare sprongen in. Tot slot is er nog een vorm van geestelijke literatuur die niet bepaald de goedkeuring kreeg van de kerk in de middeleeuwen. Het gaat om de mystieke literatuur. De zogeheten mystici proberen zo eenvoudig en simpel mogelijk te leven met Jezus als voorbeeld, om één te worden met God. En de mystieke literatuur beschrijft hun ervaringen. Bekende schrijvende mystici zijn Jan van Ruusbroek en Hadewijch. De brieven van Hadewijch bevatten een vorm van visioenen waarin ze in aanraking komt met God.
En die ervaring is zo uniek en magisch dat de teksten poëtisch worden, met beeldspraak, nieuwe woorden en paradoxen. De liefde voor God is zo persoonlijk dat de teksten van Hadig zelfs een erotische lading bevatten. Goed, dit was een kort overzicht van de geestelijke literatuur in de middeleeuwen, met exempelen, mirakelspelen, reisverhalen en de mystieke literatuur. Natuurlijk zijn er veel meer voorbeelden, want in de middeleeuwen hebben nou eenmaal heel veel teksten een religieuze of christelijke boodschap. Zo kun je deze ook vinden in de middeleeuwse ridderroman. De middeleeuwen waren dus gelovig en het geloof had macht. Er was één doel, na je dood terechtkomen in de hemel. En dat is de boodschap die je kunt ontdekken bij het lezen van de middeleeuwse geestelijke literatuur.